grappig hondje. Jij bent een grappig hondje. Maar je zit hier hoor. Hallo. Hallo allemaal. Hele net middag, bijna 11:45. Een hele goede middag, lieve vrienden, bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Gisteren was ik ik heb gisteren helemaal niks gedaan. Nee, helemaal echt niet. Maar ja, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Maar in ieder geval, het is vandaag maandag 15 februari en we leven om 11:14, zoals ik al zei, en het is bijna 11:15. Gisteren was ik te ziek om wat te doen. Ik heb de hele dag op bed gelegen. Wel heb ik voor de honden gezorgd dat die in de tuin zijn geweest. Dat zodra het weer opgeknapt is en droog is, dan kan ik naar buiten toe om de boel daarop te ruimen. Gisteravond is mijn lieftallige buurvrouw gaan achter mij met de honden wezen lopen. Helemaal lief. In die tussentijd heb ik eten voor ze klaargemaakt en op kandel. En voor mezelf even brood klaargemaakt. Maar het was niet leuk, nee. Als je migraine hebt, of is het niet leuk. Nou ben ik ook alweer met ze eruit geweest. Het regent hier. Het is, ja, daarom zit mijn haar weer lekker plat. Ik heb het net voordat het begon eigenlijk een beetje up gedaan. Maar ja, een capuchon opgehad, nog een capuchon, want ik had ook mijn regio's eroverheen. Rijka is nog nat. Daar zie ik meer aan dan dat je het aan Elwing ziet. Een super hondje. Jij bent een super hondje. Jij bent helemaal een super hondje. Rijka, Elwing wil momenteel niet. Rijka, kom eens kijken. Ja, je hebt het ook nog steeds nat, hè, tante? Ja, je ziet het wel, hè. Ja, je ziet het wel, hoe nat ze is, joh. Hé? Maar die is ook heel erg koud en nat. Die zit ook meestal te trillen. Hé, ja. Ook zo koud en nat, hè? Jo, helemaal nat viesba. Hé, helemaal nat viesba. Jo, het vies naar ba, hè? Ga jij terug? Oh, dan pakken we toch dat hele mooie, leuke geding. Ja, maar dan wil je wel, hè? Ja, pas op. Ik hou hem bij me. Hé? Ja. Ja of nou? Mag ik erdoor? Of niet? Ja, en daarom ga ik zo meteen ook even opruimen. Dat heb ik, zou ik gisteren gedaan hebben. Maar ja, als je ziek bent, dan laat je de troep wat troep is. En dan kijken ze dat maar. Ja toch? Ga ik dan zo meteen lekker even opruimen. De vuilnisbak is toch vol, dat zou ik gisteren gedaan hebben. Daar ben ik niet aan toegekomen omdat ik ziek was. Nou ja, ben er nou weer en dan kijk ik weer aan de gang. En het lijkt erger dan het is. Ja, het lijkt erger dan het is. Hé? Ja. En ik hoop dat jullie natuurlijk gisteren allemaal ook een hele fijne Valentijnsdag hebben gehad. Ja, dat hoop ik van harte. Ik dus niet. Ja, ik had zaterdag een kaart binnengekregen van Jan van Dam. Ga ik er even bij pakken. Ga eens even weg. Even weg. Ja, ik heb deze er ook maar even bij gepakt.
Die gaf ik dus gisteren, 4 jaar geleden, aan mijn liefhebbende man. Toen was hij nog in leven. Er is niks. Nou ja, lees zelf maar, hè. Ik hoop dat het te zien is. Het valt wel te lezen, maar of het te zien is, is vraag 2, hè. Ja. Nou, jullie hebben het ook gelezen. Nou, die envelop die valt al van ellende op de grond. Omdat dus die kaart op zich vol stond. En daar wou ik niet schrijven, vond ik zonde. Dus ik heb het op de envelop geschreven, een gedichtje. En dat zou ik al aan jullie voor hebben gelezen, maar daar kwam er niks van. En nou heb ik hem in de handen en dan pak ik hem even erbij. Voor mijn grootste schat hier op aarde, jij bent voor mij meer dan al het goud van de wereld met hun waarde. Daar jij het mooiste en de bijzonderste man op aarde bent. Vandaar dat jij nu wordt verwend. Nou ja, het is maar klein, maar het komt wel uit je hart, weet je. En dat geldt nog steeds, want ja, ik hou ontzettend veel van hem, ondanks dat hij daar is. Ja. Maar nou, Jan van Dam, nou ja, dat is mijn allerliefste maatje, mijn vriend, die ik al van vroeger kan. Nou, wat is er toch? Ach, wat is hij hiernaast weer? Ja, laat maar gaan. Nou ja, ik laat hem eerst eens even zien. Leuk, hè? Ik moet weer eventjes dat ding gebruiken. Ja. Nou. En dan, even kijken. Ja. En nu dat zo lezen. Ik denk het wel, hè? Nou, is toch lief? Ja, ik vind het lief, weet je. Ik heb hem er wel al voor gebeld ook, hoor. Die had ik zaterdag al. Dus ja, al met al vind ik het toch hartstikke leuk. En gisteravond kreeg ik nog een heel lief telefoontje van Karen en Roderick. Nou ja, ja, ik zat op bed. Ja, ik was toen weer op bed, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook geen televisie niks aangehad, computer niet, niks, nog Nintendo. Dus ik moet 2 dagen inhalen, want ik heb ook niks gedaan aan vloggen te renderen. Wat is die? Je bent een vies nat. Ja, je bent een lief, maar je moet lief blijven. Ja. Kraaloog. Met je donkere ogen. Hé? Boefie. Ja, je bent een dik boefie. Ja, je bent een dikke boefie. Met je kraaloogjes. Maar oké, ik ga opschieten, want ook komt Astrid natuurlijk weer. En niet de verkeerde Astrid, maar de goede Astrid. En Elwin wil niet. Klaar nu. Ik wil dat niet hebben nu. Ja, wat niet nodig is, is niet nodig. Straks dan ben je weer piep en is je eigen schuld. Ja, dus klaar. Ja toch? Zo is dat. Oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Jullie moeten zelf het zonnetje zijn. Oh ja, dit is trouwens mijn nieuwe blouse. Ja, helemaal keurig, netjes. Ja, ik heb er wel een t-shirt onder, want het is een dun dingetje en ik heb een t-shirtje met eigenlijk ook 3/4 mouwtjes. Nou ja, deze zijn ook niet zo heel erg lang, maar hij is heel erg mooi. Ja, een beetje gevlamd van paars naar zwart. En van onder zit ook paars in. En dan heb je weer een onderstrookje, dat is doorzichtig en dat is ook weer zwart. Nou ja, perfect toch? We gaan gewoon door met de banaan en er is nog meer, er komt nog meer in aantocht, want ik had meerdere dingen toen besteld destijds, maar
Ja, hoe ze dat doen daar in Japan, ik weet het niet. Maar het had eigenlijk in een bewijze spreken in een grote doos gekund en allemaal iemand bij elkaar op de port dat ik het in één keer gaf. Maar nu komt het allemaal in beetjes komt het aan. Dan weer dit, dan weer dat. Dus, nou, het had ook in één gekund. Ik had het allemaal tegelijk gekocht. Ja, dus, maar ja, wat die vat zit verschuurd, niet zeg ik dan maar. En het is een aantal. Zo is dat. Ja, top. Nou, lieve vrienden, geniet. Wees zelf de zon. Want het regent. Het dooit. Ja, de dooi heeft zich die is ingetreden. Dat is sneeuw die verdwijnt met rassenschreden. Ja. En de vogeltjes die krijgen hun water weer terug. Want dat was allemaal bevroren. Nou ja, ik vond dat zo zielig met die vogeltjes. Ik denk, ach, gosh. Sneu. En iedere keer was er eentje aan het lopen op het ijs en dan was het boem met zijn pekje op het ijs, die arm beestje. En dan wil je het helpen, maar ja, echt, hoe moet ik dat doen? Dat kan niet. Maar oké, in ieder geval, de vogeltjes leven gelukkig nog die ik iedere keer zag. Ze zijn niet, ja, waar ze dan schuilen voor die kou, hè? Ik weet het niet. Geen verstand voor, ik ben geen vogel. Nee. Dan had ik het wel geweten. Maar oké, lieve vrienden, tot later op deze dag. En doe je ding wat jij wil. Tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. Ik denk, ik ga maar weer eventjes jullie erbij halen. Ja, ik heb één vlog in elkaar gezet. Nou, dat is Karin. Ja, ja. Wat? Ja, dat deed ik ook. Oh, nou ja, sorry, komt straks. Maar in ieder geval, lieve vrienden, dat is dus Karin, zoals ik al zei. Maar in ieder geval altijd leuk, hè? Ik heb een vlog in elkaar gezet, die kent zo meteen naar YouTube toe. Maar ik denk, ik haal jullie er eerst weer even bij. Ja, ik zeg lichtje aan. Ja, ik laat het eventjes zien. Daar staat het hele mikmakkie. Dus ja, het kan allemaal. En het kan allemaal mooi op die manier. Ik moet straks ook weer naar de Vomar toe om een tas te halen te goed te koop. Dat gaat om 5:00 in, de ophaaltijd. Dus ja, we zullen weer beleven wat daarin zit. Ja, ik zie er helemaal weer naar uit. Maar oké, het is nou gelukkig hier droog, nog steeds, ja, dat zou droog blijven voorlopig. Dus laten we daarop hopen. En alles wat nou nog naar beneden valt, nou laat dat maar boven zee vallen, daar zitten wij er niet mee. Ja toch? Gandalf die is voor de zoveelste keer weer binnen. En ja, dan krijg je ook nog eens een keer een telefoon op je mobiel binnen. Een sprakenberoep, ja, en dat vind ik helemaal niet leuk. Maar ja, oké, ik hoop dat dit zo door kan blijven gaan. Ik moet weigeren, denk ik, even. Want anders vind ik het niet leuk. Nee, ik ben aan het filmen. Ja, dan moet ze maar rekening mee houden. Oké, ja. Gandalf, die zit gelukkig weer binnen. Die was lastig. In, uit, in, uit, in, uit. Nou, hou eens een keer op. Weet je, blijf binnen of blijf voorlopig even buiten. Nou legt hij zijn eigen eindelijk neer op, oh jee, dit gaat verkeerd. Oh jee, dit gaat gigantisch verkeerd. Ik vind het niet leuk. Zo, ja, nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat nu. Dat komt er weer. Oh. Maar in ieder geval, hij is nou gelukkig binnen. Hij legt boven de kachel op de vensterbank. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Geniet van elkaar, geniet met elkaar en doe leuke dingen. Dan geniet je sowieso. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb een tegoed de kooktas gehaald, maar ook heb de hond uitgelaten. En die kwam er ook aangelopen. Nee, jullie raden het niet, hè? Nee, maar ze zit hier, hoor.
Hallo. Hallo allemaal. Maar in ieder geval, die is dus gezellig meegekomen en ik ga de kootas uitpakken. En waar je leert van te zien, je zeker. Ik ga die stoel even dichterbij halen, anders wordt het mijn. En dan halen we de ene tas uit de andere tas. Hij is zwaar. Ja, veel, maar het zou op. Ja, hij is echt goed. Ja. Ik ben er dames aan de kant. Dames. Hé, hey, wat is het apparaat voor mij? Wat zijn vrouwtje? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Oké. Klaar. Nou ja, en de kijkers, de volgers, die weten al hoe ik dat doe. Het is graaien. En jullie laten zien. En dan mogen jullie zien wat het is. En dan ga ik pas kijken. Wat is het? Biefreepjes. Nou, dat is normaal gesproken al €5,66. We betalen €4,99. Dus hij kan één dingetje er al uit. Ja. Oh, hij is ook afgeprijsd, maar die prijs moet je niet rekenen. Nee, je moet de prijs nemen die normaal gesproken is. En dat is €5,66. Mm-hmm. Nu was hij €3,68. Komt nog een uur. Kijk, hier staat ook €5,66. Nou, gaan we weer graaien. Ik voel weer een bak. Jullie mogen weer kijken. En dan ga ik zelf kijken. Dit kost €2,49. Maar wat het is, jongens, mag het weten. Zo, nee, dat brood. Nee. Ik denk dat het stokbrood is en dat krijg ik niet weg. Met salami. Ja, ik krijg geen stokbrood weg. Ik heb toch geen gebit? Nee, precies. Krijg ik niet weg? Nee. Zoek een zakje. Een zakje. Wat het is, je weet het niet. Nee, jullie wel. Ja. Jonge bladsla. Oh, dat geef ik vanmorgen. Ja. Lekker, lekker. Ik voel weer een zak, wat het is weer niet. Jullie wel. Pinsenboontjes, maar dat is lekker. Wat, staat er een prijs op, trouwens? Op die, ja, zeker, geet hij helemaal. €1,49 is klaar. De spersieboontjes €1,99. Wat kost die stokbrood? €2,49. Nou, dat geef ik gelijk al weg aan Mario, want ik krijg dat niet weg. En ik voel een bakje. Wat is dat? Het is in ieder geval normaal €1,99. Dus zo te zien lijkt het op ananas. Oh, lekker. Dat lust ik ook wel, ja. Nog een zak. Ah, kijk dan. Aardappeltjes, ja. En dat is prijsloos, zeggen we dan, want ik zie geen prijs staan. Nee, geen prijs. Nou ja, ga zelf naar de winkel en kijk maar. En dat is een pak. Pakmelk. Weet niet. Karnemelk. Maar dat lust ik wel. Gewone melk lust ik niet, maar karnemelk wel. Super, ja. En dat kost €1,05. Dus toppie toch? Ja, ja, met en dat met één pak. Ja. Dus
helemaal geweldig. Nou, dan brengen we even dit naar de keuken. En dan kom ik zo weer terug. Dat was weer, dat gaat weer smullen worden, of niet dan? Nou, jij blij met jouw stokbrood? Nee, ik eet geen stokbrood. Als we ook gingen barbecue of gourmetten, dan is het gewoon stukjes brood, wit brood, dat in vierkantjes snijden en de korsten eraf. De korsten van normaal brood kan ik wel wegkrijgen, maar dit wordt echt hard. Ja. Nou, dat kan ik niet wegkrijgen. Wat wel kan, dat is in de magnetron doen en dan blijft het zacht. Dat krijg ik weer wel weg. Ja. Maar ja, heb jij ook iets wat? Ja, lekker. Nou, ik geef het erdoor, want ik eet geen salami. Oh, dat is toch lekker, salami? Nee, ik eet geen vlees. Eet jij geen vlees? Nee, ik eet geen vlees. Nou, dat weer. Waarom eet jij niet vlees? Ieder mens heeft vlees nodig, weet je dat? Daar zit iets in wat je moet, wat een mens behoort te hebben. Zijn de mening over verdeeld? Ja, ja, ik weet het. Ik weet het, er zijn mensen die zijn er oos op tegen. Ik heb wel 12 uur al en mijn moeder zei van je eet maar wat kost. Ja, thuis moet je. Ik haal niks anders, zei ze. Zoals, dus mijn, zoals mijn jongste dochter Katja, die dat ze klein was, kreeg vlees van ons. Ja. Maar ze komt in een, door omstandigheden, komt ze dus in een pleeggezin terecht. En die zijn vegetarisch. Hallo? Ja. Een kind heeft het sowieso nodig. Ja, echt. Nee, was ook een Augustus vegetarisch opgegroeid. Nou, dat was perfect. Dat was een sportman en dat was echt super. Nou ja, ieder zijn eigen mening, maar ik vind dus zelf, vind ik dat een mens ook vlees nodig heeft. Het hoeft niet iedere dag. Nee, zeker niet. Zeker niet. Eén of twee keer in de week iets voor de. Ja. Enkel, maar er zijn ook mensen die voelen het gewoon aan hun lichaam. En ja, ik heb dat nodig. Dus mijn man, die had het echt nodig. Ja, oké. Okay. Hij zei: ik moet vlees hebben vandaag. Ik gaf het dan ook aan, maar ik zei: want anders red ik het niet. Hé? Meisje. Ik heb een mooie. Ja, ik eet wel vis, dus ik ben hier ook niet echt vegetarisch. Nee, dan ben je niet vegetarisch, nee. Hé? Lekker ding. Nou ja, lieve vrienden, we sluiten weer af. En ik zeg tot later op deze mooie dag. Ondanks dat het vies, hopeloos rot weer is. Maar ja, zoals ik al eerder zei, wees zelf maar het zonnetje. En schijn over je eigen familie heen. Ik zeg het, tot later.